Dit is Klauk, een zuiktocht naar de Klaukste Grunnigen. Wel waar het mooist, van stad en omelaand. Welkom bij Klauk. Mooi, Jusco. Daar weer. Wat hartstikke goud, hè? 16 goeie antwoorden al. Die beginnen aan de vijfde ronde, dient vijfde ronde. Is weer een vijf vragen en zijn goud was deur. Maar bij het fout antwoord, jammer dan is het overloop. Is het klaar? Jou. Vraag 17. Doe kies wel de hangende keukens van Appingedam. Maar de vraag is, waarom ben jij ooit zo mokt? Is dat gebeurd omdat de huizen te weinig groente hadden? Was dat in verband met de hoge waterstand van Damsterdorp? Of was dat wel handig voor de schippers? Ik word niet zeker, maar ik denk A. Is toen goud gehokt. Gefeliciteerd, want het is goud. Vraag 18. Zoals de slak bij de kurrels en de doefjes bij de turrels en de hozen bij de verrels. Was het wel iets eng? Toetjefluiters, hè, moest toen zeggen. De vraag is, wel was een van de zangeressen van de toetjefluiters? Was dat Francine Kuper, Sascha Veld of Sandra Schoneveld? 5 seconden. Dat is antwoord A, Francine Kuiper. En dat is goud. Komt hier vraag 19. Op welke plots is wielrenner Bauke Mollema eindigd in de laatste ronde van Zwitserland? Is er door 15e worden, eerste of tweede? Dat is antwoord C, tweede. En dat is goud. Komt hier vraag 20, de laatste van vanochtend. Jacques d'Ancona die presenteerde op TV Noord ooit het interviewprogramma Over de Dood. Maar de vraag is, hoe heette dit programma? Heette dat Als de Dood, Doodstil of Vergeet Me Niet? Dat is voor mij ook antwoord A, Als de Dood. Gefeliciteerd, Jusco. Bis deur naar de volgende ronde. Tot zoiets. Deze zuiktocht door Klauk. Oh ja, nog even. De tussenstand van Klauk.